Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Voor deze video ben ik lichtelijk een beetje bang, want ik ben namelijk met Cindy. En ik had op mijn Instagram gevraagd wat jullie liever wilden zien. Een reactievideo op mijn auditie voor Space. Of dat ik zou reageren op mijn oude Instagram foto's van fucking 2013. Tam 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 tam. Maar ik dacht, hoe leuk zou het zijn als iemand anders erop gaat reageren. Dus Cindy is mijn proefkonijn! Yay! Maar ik ben best wel bang voor deze video, want ik weet, Cindy weet niet wat voor foto's ik heb gekozen. Ik wel. Het zijn echt ook foto's van ons samen. En filmpjes van ons samen. En ik ga ze gewoon lekker met jullie delen. Jullie kunnen hier kijken wat wij zien. Wat voor foto. En we gaan beginnen met de eerste foto. Ik ga eerst de caption noemen. En dan moet Cindy een beetje raden wat voor foto of video het een beetje is. En dan, ben je klaar? Ja. Gaan we zien. Jullie kunnen nu zien wat voor foto het is. De caption is: het heeft geen caption. En het staat, deze foto is van 10 mei 2013. En ik ga wel eens zeggen, dit was mijn allereerste selfie die ik postte op Instagram. 10 mei. Wat voor foto denk je dat ongeveer is? Een mislukte, omdat het de eerste selfie is. Ben je benieuwd? Ja. Echt zo van half gezicht. Ciao. Het was fucking bijna lente, was lente. Het is in mei. Jij hebt een fucking sjaal om en een dikke jas aan. En een t-shirt. Echt leuk. Oh, dan weet ik nog wat. Die heb ik op de markt gekocht voor 5 gehad. Dat t-shirt. Ja. Oké. Cheap. Next. Oké. Dit is de caption. Oké, dit is de caption. Hashtag Queensday. Hashtag sunglasses. Hashtag love. Ja, sowieso Koningsdag, misschien heb je dan zonnebril op een oranje of zo. Totaal geen oranje op mijn foto. Ben je benieuwd? Ja. Kijk die man! Oh, wat ja, maar jij zit ook verstopt met je in je sjaal. In mijn sjaal! Maar kijk, als ik dan ga kijken, 10 mei 2013, 2 dagen later, boom! Queen's Day, het is niet eens Koningsdag! En volgens mij, had je daar nou een rugzak om of niet? Of is dat je jas? Dat is mijn jas! Oh, dus ik dacht dit is een rugzak. Maar je zit ook echt zo in je sjaal met die wangen zo hoog. Het lijkt wel een fucking cavia. Ja, ik ben een hamster. Maar tot nu toe jongens valt een het nog mee. Een hamster met een pilotenbril. Okay. Zo'n bril kun je wel op. Ja. Die staat je wel goed. Maar we gaan naar de volgende. Oh. En dat is hashtag rooster, hashtag 3D1, hashtag chill. 3D1? Ja. Ben je benieuwd? Ja. Ik dacht, het lijkt me het leuk. Het is een uurtje, denk ik, sowieso. Dus een lichtje ergens of zo. Of je zit in de houda. Het was, zeg maar, dat ik dacht, leuk, ik ga dit posten op mijn Instagram. Wat ik nooit meer zou doen. Maar het is namelijk, jullie kunnen het al zien, altijd, ja. Maar het is namelijk mijn rooster. Dat ik echt denk. Dat ik echt denk, wat? Ik denk, jij zit ergens in een aula of zo, omdat je tussenuren hebt. Nee, maar kijk, ik was zo blij dat ik gewoon heel veel tussenuren had. Waarom ben je blij met tussenuren? Geen idee! Ik hou niet van tussenuren. Ik wil gewoon eerder vrij zijn. Ik wil niet tussenuren hebben. Want dan moet je nog wachten tot de volgende les. En 9 van de 10 keer skip ik die les altijd. Ja, echt hoor. Maar echt dat laatste uurtje zelfstandig en daarna nog een uur. Ik ga naar huis. Doei! Oké, volgende foto is. Oh, die foto komt trouwens uit 19 mei 2013. Die ik jullie nu laat zien. Die kunnen jullie nu zien. Hashtag Gerard, hashtag mama, hashtag mother day, hashtag love, hashtag Carlo, hashtag Irene, hashtag live for you, hashtag RTL4, hashtag achtergrond, hashtag foto. Je zei moederdag, hè? Ja. Je bent met je moeder ergens heen gegaan of zo. Je staat met je moeder of je staat met haar op de foto, met Irene of zo, weet ik veel. Het klinkt heel stom, maar het was zeg maar een themaavond of thema bij live for you. En toen ging Gerard jullie zingen. En op het einde kwam dit. Kwamen we op het scherm. Waarom is die foto zo fucking blurry? Omdat het een filter was die ik helemaal leuk vond op Insta in 2013. Je ziet geen fuck. I know, je ziet Gerard zo van hier, hier zijn ze. Dit is echt zo'n foto waar je echt van denkt,
Waar gaat het om? Gaat het om de trap? Gaat het om Gerard? Gaat het om die foto? Ik vind het puur roze. Ik let alleen maar op dat roze en dan zo'n zwarte vent. Ik had heel niet eens op de achtergrond, daar zou ik niet zo op letten. It's me! Ja, maar dan nog steeds. Ik zie niet dat jij. En Gerard zingt voor zijn moeder. Ben je ready voor de volgende? Hashtag sister act, hashtag win, hashtag Steve Daddy, hashtag was leuk, hashtag love, hashtag insta good. Ik ben naar het theater gegaan. Jullie kunnen dan zien wat voor foto het is. Ben je benieuwd? Ja. Haha, die vrouw moet achterom. Zo van, moet het? Moet ik hier zijn? Hallo! Dat is ook echt het eerste dat ik zie. En trouwens, je lijkt er heel erg op je zusje. En het is echt een flink overbelichte foto. En je lijkt en deze, alsof deze je foto komt uit 26 mei 2013. Besef, het is al 6 jaar geleden. Oh, kut. Oké, volgende. 25 juli, dus letterlijk bijna een twee maanden daarna. Ah, hashtag zelf. Hashtag Starbucks, hashtag Frappuccino, hashtag gemaakt, hashtag lekker, hartje, hartje, hartje. Nee, ik ben het in ieder geval bij Starbucks. Ik deed een poging. Je hebt het zelf gemaakt, denk ik. Ik deed een poging. Nou, ik kom verder in de buurt van besef, dit was zeg maar zo'n bekertje die ik daar heb staan, zeg maar van Starbucks had ik gekocht. Had ik ijsblokjes uit de koelkast, pas slagroom en karamelsaus. En in een groot glas gedaan. Klaar! Weet je, volgens mij zit er bijna nog meer slagroom dan koffie in, of niet? Ja, klopt. Want er zitten ook nog ijsblokjes in. Ja. Oké, we gaan nu naar het allereerste filmpje. Oh jee. Deze heet. Komt uit 8 september 2013, jongens. Hashtag op vakantie. Hashtag wit. Hashtag nichtje. Hashtag uitroepteken, uitroepteken. Hartje, hartje, hartje. Familiedag, ik ben met je nichtje ergens heen. Let op de caption. Op vakantie. Oh ja. Dan ben je met je familie weg, denk ik. 3, 2, 1. Op vakantie met z'n nichtje. Het is hier leuk. Ik let op een fucking plofkip. I can't handle! Ja, zo gaat hij daar! Echt zo van, hoi, ik wil beroemd worden, maar ik weet niet hoe, dus ik doe het maar op Instagram met mijn schattige kop. Ook echt. Hi! Op vakantie! Op vakantie! Met z'n nichtje! Het is hier leuk! Zo van, echt zo van, het is hier leuk! Echt zo met die, oh. En ook echt die poses ook, dat jij denkt, 1, 2, 3. En je trekt heel vaak duckface. I know, maar kijk die man boobs. En je had daar trouwens ook nog een beugel. En een rode baby. Oké, volgende. Is hashtag old, hashtag win, hashtag the only one Amy for, hashtag the only one Lisa for, en de hashtag only one and only Shelly for, hashtag festival, hashtag 5 mei, hashtag 2013, hashtag Den Haag, hashtag foto, hashtag gemaakt. Hartje, hartje, hartje. Zoveel hashtags! En dit is foto's van 3 november 2013. Wat denk je wat het is? Nou, je zei sowieso festival. Ja. Jullie kunnen het gewoon zien wat voor foto. Ik denk je bent op een festival met iemand. Het is een foto met OG. En kijk even dan. Ik moet huilen. Ja, je lijkt inderdaad alsof je jankt. Maar ook echt dit. Dat was die screenshot van de Blackberry. Dat je echt zo van, dan maak ik een foto en hoor je. Nee, ik vind het op zich wel echt een lelijke foto van mezelf. Ik vind het ook een verschrikkelijke foto. Kijk hoe dik ik hier was. Met je dat ei. Fucking rimpels in je gezicht. Deze hier zo. Holy Rainer, homie. Je lijkt daar echt gewoon oud door deze rimpel die hier zit. Nou, die heb ik ook nog hoor, kijk. Ja, maar niet zo erg als die op foto. Oh. Het is daar alleen maar pure rimpels of wat. Voor de rest heb je nog een paar spleetogen maar. Oh god. Volgende foto die jullie gaan zien is hashtag party hardy. Nou, feestje. Oh, dat is weer met je nichtje. Waar de fuck ben jij feest aan het vieren dan met je nichtje? Bij mijn moeders verjaardag. Hashtag party hardy. Wow. Volgende foto. Oh. Hashtag kissies. Hashtag kai. Hashtag fashion. Hashtag love. En je hebt wat gekocht.
Mijn eerste foto met Kai van der Voort. Deze vind ik eigenlijk wel cute. Zo van, hoi. Nee, ik vind je wel schattig kijken. Die tropical blues. I can't gewoon. I can't. Het thema was tropical. Dus ik naar de H&M gereisd om een tropical shirt te kopen. En dat was dus die. Dat ik echt dacht, never. Ik trek me, doe mij een toppertje. En een briefje. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan we alle remmen los. En we dansen, we zingen, zijn zo blij. Oké, volgende foto. Oh, dit is niet van mijn Instagram. Van jou. Hartje, hartje, hartje. Wat denk je dat is? Het is iets leuks. Jullie kunnen zien wat het is. Is het die dag dat we zijn wezen shoppen? Misschien. Ben je benieuwd? Ja. Ben je met Cindy? Oké, gezellig. Oké, dus. Die eigenlijk, ik ga maar even kijken. Okay, wat jij doet. Oké, gezellig. Oh, dat vergeet ik nooit meer. Echt het einde van het film. Ja. En ik ook echt zo, ben je met Cindy? Met mijn tasje spelen. Hello, gezellig, doei. Nee. Maar ik denk dat echt gewoon heel ondeugend daarvan. Fuck. Denk je echt zo, hi. Ik ben gesnapt. Oké, volgende. Wat zijn hartjes? Nog maar hartjes. We houden wel veel van elkaar. Of jij houdt heel veel van niemand. Hallo, het is jouw Instagram over hier. Het was, ik geef je één hint, het was tyfus warm die dag. Oh, toen waren we weer shoppen. Ik ga nooit met 30 graden shoppen in Zoetermeer. Top idee. Winkels zijn warm. En het is deze foto. Ik had daar volgens mij amper make-up op. Ik lijk me al. Kijk hoe hoog, kijk hoe groot ik mijn bek moet. Alsof ik eten krijg of zo. En ook, wat de hel, die duim. 1, 2, 1. Ik zit rij 1, jij zit rij 2. Yes! Maar, wat? Wat de hel is dit met mijn wenkbrauw? Kijk dit! Hallo! Going high! En wat haar ook echt. Dat pakje had jij gekocht. Ja, die had ik gelijk aangedaan. Ja, omdat het zo bloedje heet was. En ik had voor mij een joggingspak all the way up aan. Nee, volgens mij had jij gewoon een lange broek, een spijkerbroek aan met een Nee, dat, ik had mijn lelijke... Adidas Superstars aan, die blauwe. Vreselijk schoenen. Met een kort broekje en dan een I've got 99 problems shirt aan. Maar ik ben het grootste probleem. Dus ik snap het niet. Oké, volgende. Al die is Jamie. Hartje. No. I love you. I love myself too. Ja, ik denk dat wij ook die dag op de... op het bed zaten en ook een foto hebben genomen. Ik kleed een beetje fout bij. Oké, weet je? Ja. Oh, we zaten op de bank. Bij deze, alsof ik een voorraadwerp was. Bij deze, ja, bij deze mobiel, bij deze appelboom. Maar echt even serieus, dat shirt heb ik letterlijk toen één keer aangehad en daarna... Oh, dit was ook die ene dag dat ik mijn kop stoot tegen de plafond. Ja. Wacht, die wil ik jullie ook even laten zien. Die zien jullie nu. Maar die zien jullie niet nu. Die ga ik nu even opzoeken. Zo. Ja, ik heb hem. Oké, jongens. Cindy en ik gingen ooit een keer in mijn kamer de Macarena doen. En we dachten op een gegeven moment, hey, Macarena. En toen gebeurde er dit. Kijk, hier gaan we. Hé, hey, jij blijft ook gewoon verder dansen en ik zit aan. Auw, pijn! Hé, hey, zie je wel, je hebt wel korte broeken. Hé, hey, Macarena! Ah,
Geen groet daar. Maar ik ben heel erg veranderd. Ik ben vooral veranderd in mijn stem. Uiterlijk. Ik ben knapper geworden. Nee. Ik heb geen babygezicht meer. Nee. Je had je echt een puppyface. Nee, daar had je echt wel meer puppyface. En besef even dat wij al bijna 5 jaar vrienden zijn. Dat vind ik echt 4. 5. Dit wordt het 5e jaar. Dit wordt het 5e jaar. Jubileum! Yay! Dus. Party. Jij mag niet komen. Op onze party. Oké. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even ons te volgen op social media. Instagram, Snapchat, Twitter. Je hebt geen Twitter. Ik wel. Nee. En dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie gauw terug op mijn YouTube kanaal. Bye!